Dag Maaike, Maaike Lauwaerts, u bent Miss Sports 2010. Ja, dat klopt. Goedenavond. Straf, hè? Ja, hè? Heel straf. Verwachtte men zoiets? Nee, echt niet. Tot wanneer ze uw naam roepen en dan kun je het echt geloven. Heb je een reden waarom jij gewonnen hebt? Een reden? Ja, ik heb echt mijn uiterste best gedaan. En ja, natuurlijk, de finale was dansen. En ik dans ook. Dus dat is er misschien een beetje. Maar het zijn ook heel veel punten in de loop van het jaar dat we gekregen hebben. Dus ja, alles bijeen. Was super, hè? Het was een moeilijke campagne met Golazo in zee gegaan en dan afgehaakt. Was dat moeilijk voor jou? Dat was enorm moeilijk. Toen we wisten dat de finale niet doorging, zijn er bij ook bij iedereen tranen gevloeid. Maar het is al bij al uiteindelijk nog goed gekomen. We zijn wel met mijn team niet meer gebleven. Maar het was toch nog een schitterende finale. Kijk, de afloop ook. Je bent Oost-Vlaamse, uit Heusden? Ja, dat klopt. Leuke gemeente? Uiteraard, ja. Een kleintje, maar het is altijd leuk, ja. Deze koers is daar ook. Dus dat is ook een mooi sportevenement natuurlijk. Voilà. Hoe bent u hierbij terechtgekomen bij deze verkiezing? Een vriendin van mij deed vorig jaar mee. En, wie was dat? Jolien Maurice. Zij is dan vierde geworden. En ja, ik hoorde wat ons allemaal mochten doen en zo. En ik vond dat echt super om allemaal mee te maken. En daarmee heb ik meegedaan. En kijk. Ja, wat doet Maaike in het leven zo? Regentes. Ik geef lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs. En ik geef na mijn uren nog danslessen. Bezige bij? Een bezige bij in de sport, ja. Gaat u nu een beetje genieten vannacht van uw titel? Gaat het nog laat worden voor jou? Ga feesten, gelijk de beesten, gelijk dan de hens. Het zal wel zijn. Dat was een dikke proficiat, Mike. Dank je wel. Etienne de Wilde vandaag in Knokke, nacht van exclusief. Is dat jouw ding zo'n beetje? Eigenlijk niet, maar ik ben hier uitgenodigd voor Miss Sport. En ja, van die gelegenheid ben ik hier. U bent een van de Peters, zeker? Ja. Welk meisje is dat, Jan Meter? Janna de Vriend. Janna de Vriend. Ja. Is ze een schoon meisje? Maar ja, ik denk het wel. Uw madame is vanavond ook mee? Ja. Gaat hij daar een beetje probleem mee hebben, dat je Peter bent van zo'n schoonmal? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is geen enkel probleem. Dag Rick Samai, exclusief hier vandaag, voor jou. Een van de Peters van de meisjes, zeker? Ik moet zeggen, ik heb mij goed geamuseerd. Als je ziet het enthousiasme van de meisjes. Heel sportief. Ze moeten zeker niet gekeurd worden op hun sportieve talenten, want dat hebben ze. En dan vanavond heb ik mij echt goed geamuseerd en mij nog eens kunnen voorstellen als een ex-basketter. Leuk dat ze aan jou dachten, hè, om Peter te zijn? Als je zelf in de herfst van een carrière bent, hè, en dat je dan nog met een Miss Sport of een eventuele Miss Sport geapprecieerd wordt en uitgenodigd wordt om Peter te worden en er samen mee een kleine act mogen doen. Ja, dat streelt het ego van iemand. Ja.